Het is prachtig weer. En we staan voor Zwaansborg. En wat is de reden dat we hier staan met die mooie muziek? Nou, donderdagmiddag kwam mij ter oren dat Zwaansborg hermetisch afgesloten zou worden. En dat er dus niemand meer uit mocht, maar ook geen familie en zelfs geen eerste contacten er meer in mochten. En toen dacht ik, hoe kunnen we die mensen daar nou een hart onder de riem steken? Dus ik heb even contact opgenomen met Saskia van Elven van Zwaansborg, de coördinator van de activiteiten. En voorgesteld van, kunnen we niet iets buiten doen op afstand, dat de mensen bij hun raam kunnen luisteren. En dat vond ze een goed idee. En toen ben ik via mijn Rotary Club Monnikendam contacten gaan leggen. En via kwam ik bij een orgelman uit Alkmaar. Die bereid was om hier zondagmiddag te zijn om op vier plekken rondom Zwaansborg een stuk muziek te laten luisteren. En daar krijgt hij wat voor vergoed. En toen dacht ik, ja, hoe kom ik er nou de kosten? En toen heb ik al mijn lieve vrienden van de Boerzoekvrouw vriendengroep lief aangekeken. En die zeiden allemaal gelijk, dat doen we. En zo staan we hier met een heel klein groepje, bewust geheim gehouden, om te zorgen dat er zo min mogelijk besmettingsgevaar is. Om deze mensen in Zwaansborg toch een hart onder de riem te steken. En niet alleen de mensen, maar ook de medewerkers. Als ik zo naar Zwaansborg kijk, en er staat een meneer daarboven. Volgens mij is de actie wel geslaagd, in ieder geval nu al. Zijn er nog meer dingen waarvan je mee bezig bent om de mensen een hart onder de riem te steken? Nou ja, eigenlijk is dit gewoon een burgerinitiatief. Ik heb het donderdagmiddag bedacht en het was verbazingwekkend makkelijk om dit te regelen. Natuurlijk ook doordat al mijn vrienden zeiden, wij doen mee, we betalen mee en we regelen gewoon dat het gebeurt. Dus dat is wat mij betreft de enige actie. Maar ik hoop wel dat dit een soort viral gaat. En dat er straks op allerlei plekken in Nederland een soort kleine activiteiten hebben. Kleinschalig, zonder gevaar voor je gezondheid vooral. Maar dat we op deze manier wel vooral deze mensen die zo geïsoleerd zijn en een soort van eenzame opsluiting krijgen eigenlijk. Dat die mensen wel toch een beetje een leuke dag hebben. Ik geloof dat het wel lukt hoor vandaag als ik het zo zie. En het weer werkt ook lekker mee, dus dat scheelt al een heleboel. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken voor het initiatief. En wat ik me een persoonlijke vraag, ken je mensen zelf ook nog mensen die hier in Zwaansborg wonen? Ik ken helemaal niemand in Zwaansborg en ik kom ook nooit in Zwaansborg. Maar het idee dat mensen alleen thuis zitten, mijn vader zit ook veel alleen thuis nu. Er zijn heel veel andere mensen die alleen thuis zitten. Ik had graag dit evenement gedeeld met heel Monnikendam. Maar dat hebben we dus bewust niet gedaan om de logische redenen. Maar ik hoop dat iedereen een beetje aan zijn naast in zijn omgeving denkt. Nu, maar straks ook als dit allemaal achter de rug is. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Hey Saskia, ik ken jou natuurlijk als de activiteitenbegeleidster van Zwaansborg. Dat klopt. En jij was net binnen. Hoe ontvangen de mensen het orgel? Ze vinden het geweldig. Ik ben net de kamers langs gelopen. Mensen zitten voor het raam en met een grote glimlach op het gezicht. Ze genieten echt. Je kan dus wel zeggen dat het een geslaagde actie is? Het is nu al geslaagd, terwijl dit pas de eerste locatie is om Zwaansborg. Straks volgen natuurlijk nog drie plekken. Zodat in principe alle bewoners hiervan kunnen gaan genieten. En wat zijn zoal de reacties van de mensen? Verbazing? Één grote verrassing. En genieten, een glimlach op het gezicht. En de mensen begrijpen ook dat we dit doen om toch het noodgedwongen binnenblijven aangenaam te maken. En dat wordt zeer gewaardeerd. En het personeel, hoe reageert dat? Erg leuk, want het personeel zorgt er natuurlijk weer voor dat de bewoners voor de ramen komen te zitten en te staan. Ja, ik heb ook veel mensen voor het raam zien staan en een collega zien lachen. En het zonnetje is er. Ik hoop dat dit voor de oudjes weer een beetje bijdraagt dat ze de week weer door kunnen. Ze vinden dit geweldig en het orgel. En
alles wat ze doen wordt zeer gewaardeerd en het brengt het zonnetje in huis. En ook dank natuurlijk voor het gebak, voor de medewerkers wordt ook zeer op prijs gesteld. Heel leuk allemaal. Nou, dat is mooi. Kun je iets vertellen hoe de afgelopen week is geweest voor de mensen, dat ze geen bezoek mochten ontvangen? Nou, het werd eerst beperkt door de vrijwilligers de toegang te ontzeggen. Daarna familieleden die geen eerste contactpersoon waren. Dat was al moeilijk, maar de dag dat ook de eerste contactpersonen niet meer mochten komen om onze bewoners te beschermen, die was wel emotioneel en zwaar voor alle partijen. En hoe is dat nu, een paar dagen nadat dat iedereen zeg maar, ja, weet dat het niet meer mag? Voor de dementerenden is het erg moeilijk. En daarom worden juist dit soort acties zo gewaardeerd. De andere mensen hebben er wel allemaal begrip voor. Ik heb wel het idee dat de meeste mensen zich hierin kunnen berusten. Juist ook omdat er veel acties op touw worden gezet nu. En ik zag ook voorbij komen dat er allemaal kaartenacties zijn om de mensen zeg maar op te vrolijken in Zwaansborg. Hoe wordt dat ontvangen? Ook geweldig. Collega's zijn spontane acties gestart. Er komen ansichtkaarten binnen, knutselwerkjes, tekeningen. En op het moment dat we een dag zonder actie hebben, gaan we die weer uitdelen. Om de mensen toch op een aangename manier deze moeilijke tijd door te loodsen. Ja, ik zag ook dat de lokale supermarkt samen in samenwerking met jou had gezorgd voor een beetje lente in huis. Dat klopt. Deen heeft echt fantastisch meegeholpen. Voor een prikkie kregen we hier hyacinten voor alle afdelingen of bewoners. En ook dat was een verrassing en een glimlach op het gezicht. En merk je nou ook dat mensen zeg maar meer behoefte hebben aan contact? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden via Skype of FaceTime om contact te onderhouden? Ik weet dat er veel meer gebeld wordt. En er zijn ook collega's die hebben inderdaad aangeboden om met eerste contactpersonen te FaceTimen of te videobellen. Ja. Oké, okay, nou ik zie jou van de week. Wij zien elkaar van de week. En we gaan ons best doen om deze mensen door deze moeilijke tijd heen te brengen. En natuurlijk grote dank aan jou ook, hè? Nou, in dit geval was Janine Klein toch echt degene die dit georganiseerd heeft. En het is nu al fantastisch. En dit is echt niet alleen een hart onder de riem voor de bewoners, hè, maar ook echt voor het personeel. Ja, ik snap het. Geweldig. Dankjewel. Het orgel draait weer verder naar het volgende punt. Goed zo. Oké, okay, en werks, hè?
Thank you.